Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van mijn crew 2 voertuigen. En dit is speciaal tussen de MK1 en MK2 offshore van het merk Proto. Als je kijkt naar de topspeed van de MK1, 187 miles an hour. Blijf naar de topsnelheid kijken. Dus nu ga ik naar de MK2. En dat is gewoon 2 miles an hour trager. Dus de MK1 is sneller dan de MK2 die ik heb. Allee, normaal gezien zou de MK2 sneller zijn, maar ja. Bij mij is het juist andersom bij mijn schepen, maar oké. We gaan door met de MK1. Ja. Trouwens, in de vorige video is er letterlijk geen knip geweest. En als laatste schip hebben we de DCB M31 Whitebody gedaan. Het laatste schip van de vorige video. Dat is dit schip. Maar oké, we gaan door. Want ik ben al 1 minuut en 30 seconden gewoon bezig met niks. De Proto Offshore MK1 van de Crew 2. Hier zijn we dan met het eerste schip dat ik zelfs kreeg, denk ik. Ja, dat is juist. Toen ik waterraces ging doen. De Proto Offshore MK1. In de vorige spraakopdracht hebben we... Allee, spraakopname. Ik zeg altijd spraakopdracht, maar oké. Hadden wij de Proto Offshore MK2 gedaan. Nu de MK1. En die is natuurlijk... laat me even kijken. Dat is niet juist trouwens. Eigenlijk, ik kan dat gewoon lezen. Topsnelheid nu is... eigenlijk, ik had het fout bij de MK2. De topsnelheid van de Proto Offshore MK2 van de vorige spraakopname was in plaats van 285 is het eigenlijk 185, dus 100 minder. En die van de Offshore MK1 van deze spraakopname is de topsnelheid 187, dus het is ietsje sneller, 2 miles an hour sneller. De MK1 is 2 miles an hour sneller dan de MK2, oké. Ook dezelfde opstartgeluid. Dan de MK1 van Proto. Dat is blijkbaar ook een merk. I don't know. In dit spel is dat wel een merk, maar goed. Tot bij het laatste schip. En het laatste schip dat ik heb gekocht. Trouwens, iets dat ik in de vorige video ook in de beschrijving ga zetten is welke voertuigen we hebben gehaald. En de volgorde. Dus dat ga ik in deze video sowieso ook doen. Dus dan staat er met nummer hashtag 1. Proto Offshore MK1 en zo verder. Maar goed, nu de Proto Offshore MK2. En nu doen we natuurlijk de Proto Offshore MK2. MK2? Het tweede schip dat ik had gekocht. En daar heb ik zo als livery gegeven. En de MK2. Over de livery had ik het juist eigenlijk. Dat is deze. Rood van boven. Geven dat het naar de naam van het schip Ghost is. Omdat, ja, het is een wit schip. En ik heb het zo geëdit dat het precies zo'n supersnelle jacht is. En een jacht is zo'n klein cruiseschip. Een heel, heel klein cruiseschip. En ja, als je heel goed kijkt, zie je daar iets zwart. Waar ik naartoe wees.
Dat is het dakraam. Dat ik heb ingeëdit in delivery. Dat noemen ze een yacht. Een yacht in het Engels. Dit is de high speed yacht. De hoge snelheidsjacht. Let's go. Dit schip gebruik ik ook het vaakste. Check het opstarten, hoor. Serieus? Ja. Als je opstart. Zelfs de MK1 maakt dat geluid. Eigenlijk nog een verschil. Nu heb ik de controller vast en mijn tablet, maar... de MK1 is eigenlijk een cabrio-versie van de MK2 eigenlijk. Ja! Oké, de Proto Hornet van de vorige spraakdingen... Fout. ...had problemen met de golven. Dit schip heeft letterlijk geen problemen met golven. En de topsnelheid op het moment, eigenlijk de topsnelheden zijn niet juist, want dat is hoe dat de voertuigen nu zijn. Maar topsnelheid nu was, laat me even denken, 282 denk ik, I don't know. Kun je gewoon zien, domme Matthew? 285 denk ik dat het was. Echt, ik weet het niet meer. Maar goed, tot bij de offshore MK1. Fout? Eigenlijk, als je kijkt naar dit ding, dit is van de volgende. Eigenlijk vorige in die volgorde. Maar Proto Hornet van 2017. Dit ding, als we kijken naar de topspeed, kan op het moment 81 miles an hour. Zo'n klein dingetje. What the hell? Ja, in het echt zijn die ook ongelooflijk snel, dus ik heb er een video van gezien. Kan dat die getuned is, maar... Proto Hornet, en dat is het laatste schip dat ik heb. En we gaan natuurlijk afsluiten... Oh nee. Ah jawel, we gaan afsluiten met brommers. Maar nog niet afsluiten. Eerst boten en dan de vliegtuigen, de twee vliegtuigen. Ik heb vier verschillende soorten boten. Om te beginnen, het zijn allemaal proto's. Of nee, die laatste is geen proto. Dat is de nieuwste boot die ik heb gekocht. Nu doen we de Proto Hornet. Dat is een van de kleinere boten. De kleinste. Dat is letterlijk het kleinste schip in de crew 2. Let's go. Volle snelheid. Topsnelheid niet. Ik weet de topsnelheid bij dat schip niet, omdat ja, die golven die remmen het schip af. Dus. Ja, tot de volgende boot. Omdat het kleinste schip was, had dat echt ongelooflijk veel problemen met de golven, zettende reacties of dat jullie bij dit schip de golven hoorden. Alleen ja, het splashen van. Dat schip terug in het water vliegt. Allee, vliegt niet, maar terug in het water terechtkomt, ja. Ik probeer op volgorde te werken van mijn autolijst. Dan zijn we bij de auto's en het is... Ja, de laatste. Dat is een Demolition Derby auto, dus allemaal auto's kapot botsen en zo. Die auto kan ook echt kapot. En het is de Fender Vero Demolition Derby versie. Allee, er is maar één Demolition Derby Vero. Eigenlijk één
Fender. Fender staat er onbekend voor de Demolition Derbies. Deze auto moet je zelf kopen. Dit is een... laat me even kijken. Een Demolition Derby auto. Dus... Oh ja. Auto's kapot botsen en zo, je weet het wel. Ik moet het laten zien. Dit is een Fender Vero. Wat? Het merk van alle... De Fender Vero. Auto's is de Fender Vero. Is Fender. Het merk. Het merk is Fender. Maar goed. Dit ding kan ik echt kapot, dus... Nummerplaats MW7, afkorting van Matthew Willems 7. Trouwens, zometeen ga ik ook echt de nummerplaat van achter laten zien. Moet ik even switchen naar die auto. Maar dat is net na de spraakopdracht en dat is ook de laatste van deze video. Maar het vervelende aan de Fender Vero is dat als je niet remt, maar alleen maar de gas, alleen maar de handrem indrukt, dan doet dat letterlijk niks. Handling staat letterlijk standaard op expert. En dus dat ding rijdt echt niet goed, maar je kunt wel lekker mee driften. Bijna zonder remmen. Top speed heb ik net gezien. Het is 120 miles an hour. 120 miles an hour. Waarom zie ik 120? Als we kijken naar top speed van de Fender Vero. Staat 111 miles an hour. Waar haal ik 120 vandaan? Het is 111. Tot bij... Ah ja, ik moest die nummerplaat nog laten zien. Ik heb letterlijk Hit Me van achter erop gezet. Nummer 293, als je goed achter op de kop kunt lezen. Maar goed, dat is toch schattig. MW7, afkorting van mijn YouTube kanaal. Maar goed. Dan sluit ik af met dit afschuwelijk vervelende ding eigenlijk. In beeld. Mensen, hebben jullie genoten van deze video? Like, abonneer en tot de volgende video. Trouwens, de binnenkant. Cool!